Goedemorgen Delft. Wederom welkom bij de Tafel van Delft. Ik ga vandaag in gesprek met Mieke van den Broek. Wie is dat nou weer, denkt u? Denken jullie? Nou, die is mij aanbevolen door Ankie van der Pas. Wie is dat nou weer, Ankie van der Pas? Ankie is de zus van Piet van der Pas. Nou, die kent iedereen natuurlijk. We gaan beginnen. Hallo, Mieke. Goedemorgen. Je moet iets harder praten, denk ik. Goedemorgen. Want je doet ook een amateurtoneel. Ja. Dus dan moet je ook duidelijk praten en hard, toch? Ja, en zeker. En articuleren. Articuleren. Maar, en, jij bent ooit begonnen in Delft, want je komt uit Os. Ja. En om een of andere reden ben je hier in Delft terecht gekomen. Daar gaan we het straks wel even over hebben. En jij bent begonnen met het winkeltje... De Goede Doelenwinkel. De Goede Doelenwinkel. Nee, het is het Goede Doelenwinkeltje. Het Goede Doelenwinkeltje. Speciaal omdat ik uit Brabant kom. Ja. Wij zeggen niet Goede, maar Goeie. Goeie. Ja. Ja, maar ik ben nou in Delft, hè? Ja, dat weet ik, maar het is toch een beetje herinnering. Goede Doelenwinkeltje. Maar waarom ben je dat begonnen? Nou, ik deed in Helmond, waar ik dus ook 28 jaar gewoond heb. Daar deed ik vrijwilligerswerk. En toen leerde ik Jan kennen. En toen kwam ik hier wonen. En ja, ik was niet iemand om achter de geraniums te gaan zitten. Ik wilde ook mensen leren kennen. En toen deden we mee met een bridge. Hoe heet het ook alweer? Bridge Drive. Ja, nee, Bridge Drive, maar dan in alle cafés hier. Ja, dan ging je zo rond. Kroegentocht. Ja, een Bridge kroegentocht. Ja. Ja, nou, en dan speelde ik tegen iemand en toen zei, die hoorde dus aan me praten dat ik dus niet hier vandaan kwam. En toen zei ze, heb je niet zin om iets te doen? Ik zeg, ja, ik wil graag vrijwilligerswerk doen. Ze zei, nou, er is een winkeltje en dat is tegenover het Legermuseum. En dat heette, Hoe heet het ook alweer? Nou, ik kan niet zo vlug op de naam komen. Nee. Maar in ieder geval doelgericht. Nou, doelgericht? Doelgericht. En dan vragen ze mensen. En wat is dat voor een winkeltje? Nou, uitgelegd. Mensen brengen daar spullen. Die verkopen ze. En de opbrengst gaat allemaal naar kinderen in de derde wereld. Het is vrijwilligerswerk. Ik zeg, dat lijkt me echt leuk om te doen. Ja. Dus daar ben ik langs gegaan. En nou ja, fijn. Ik kon meteen beginnen. Maar en waar was dat? Het was... De Langegeer. Ja, tegenover het Legermuseum. Ja, dat is de Langegeer. Ja, daarnet op zo'n hoekje. Ja, oh ja, ja. Daar zat het. En wie had dat opgezet dan? Een zekere Elsa. Ik weet, de achternaam weet ik niet meer. Oh, nou ja. En in ieder geval, ik ben daar 3 maanden geweest, maar toen stopte ze ermee. En dat vond ik zo jammer, want het was zo leuk om te doen. En ik zeg, ik wil best verder gaan als er een paar mensen met me meegaan. Ja. En er waren er meteen die zeiden, nou als jij dat gaat doen, dan doe ik mee. Dus we waren met ongeveer 5 mensen. Toen zijn we gaan zoeken naar ruimte. En toen had mijn man, die heeft een pamflet neergehangen in diverse flats bij ons. Ik woonde toen in de Jan Kampertlaan in Delft. Om te vragen personeel voor een nieuw op te zetten winkeltje en uitgelegd wat het precies was. Nou, en toen kwam dus... Mijn bovenbuurman die kwam aan de deur en die zei, ik ben een oud rechter in de FUT. Ik wil graag meedoen. Ik wil een penningmeester zijn. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Ja. En toen zijn we gaan zoeken naar ruimte. En toen zijn we eerst begonnen in, hoe heet die straat nou? Ik weet hier die straat allemaal nog niet zo goed. Maar in ieder geval... Het was maar een hele kleine ruimte en dan konden we maar voor 8 maanden blijven zitten. Maar dan hadden we een begin. Ja. En we hadden natuurlijk nog geen spullen, dus hebben we allemaal van onszelf dingen van de zolder gehaald. En die hebben we toen... Na 8 maanden hebben we dus ruimte gevonden en er was dus een oude drukkerij. En dat is dus waar we nu nog zitten. Ja, en dat adres is, even voor de duidelijkheid, dat iedereen dat even weet nog. Ja, de Goede Doelenwinkel, Iperstraat. Iperstraat, ja. Ja, bij de Keuler garage. Ja, bij de Keuler verhuur, autoverhuur, daarnaast, ja. Ja. En daar zitten we nu al 25 jaar. 25 jaar, ja. Ongelooflijk. Het is echt, heel succesvol. Ja.
En... Ankie zal het inmiddels wel ontdekt hebben, dat we dus heel veel mensen hebben die dus om geld vragen voor projecten, allemaal in het buitenland, hè, de derde wereld. Ja. Ze komen echt naar jullie toe ook. Ja, van alle kanten komen mensen spullen brengen. Ja, maar ze komen ook vragen om geld. Nou, inmiddels de doelen wel. Komen ook langs. Ja. Ja. Nou, inmiddels wel. Dus, ze weten je we te staan vinden. Op internet. En, Ja. Ja, want hoeveel... die 25 jaar, wat hebben jullie ongeveer kunnen uitdelen aan goede doelen? Nou, ik denk een miljoen zeker. Een miljoen euro? Ja. Ongelooflijk. Ja. Veel is dat. Ja. We krijgen steeds meer aanvragen. Maar we hebben dus een secretaris die dus al die doelen gaat uitzoeken. Kijken van, klopt het? Want iedereen kan wel zeggen, ik wil graag een bedrag voor een nieuwe school of zo. Of een waterput. Of, ja. We geven het liefst, we hebben allemaal kinderprojecten. Ja. En dan vooral kinderen die dus op scholen, we hebben dus les spullen kunnen geven. Ja. Dat ze iets leren, hè? Dat ze dus later een beroep hebben. Ja. Maar het is heel leuk om te doen. Je leert heel veel mensen kennen. En jullie werken met hoeveel vrijwilligers? Ongeveer 30. 30? Ja. Maar dan in toerbeurt? Want het is, 's morgens 3 en 's middags weer 3 anderen. Ja. En soms er zijn er ook die de hele dag staan, die zijn er ook maar... Ja. Ja. Maar dat is nog heel gedoe, 30 mensen aansturen, dat is ook weer wat. Ja, nou ja, we doen het niet alleen, hè. We hebben dus een bestuur. Ja. Maar je moet toch zorgen dat iedereen het ook nog naar zijn zin heeft en nog wat leuks te doen heeft. Dus dat is toch ook belangrijk. Ja. Maar ze vinden het toch allemaal wel stiekem leuk, want er gaan weinig mensen weg. Ja, dat is een goed teken. Als ze eenmaal komen, dan je raakt er een beetje aan verslaafd. Ja. En je ziet natuurlijk alsmaar weer leuke spullen binnenkomen. Dat is ook leuk. Ja. Dat is het erge. Ja, je wil alles zelf houden ook. Tuurlijk. Nee, niet alles zelf houden, maar als je iets leuks ziet, dan zeg ik, dat is leuk. Ja. Nou ja, dan ga je dat passen. En wij krijgen natuurlijk korting, hè. Ja, dus eigenlijk de halve goede doelenwinkel hangt alweer thuis in de klerenkast. Nou, zo erg is het niet, maar. Nee, maar het is echt... heel dankbaar om te doen. We krijgen heel veel mensen krijgen dankbetuigingen. Dan hoor je weer dat we die school heel erg geholpen hebben. En dat is echt wel. En hoe kunnen mensen zien wat jullie ondersteunen? In de krant staat het wel eens of niet? Laat je dat wel eens weten? Dat hebben we wel eens ooit gedaan, maar meestal krijgen we gewoon de vrijwilligers zelf krijgen dus gewoon om de zoveel maanden. Een uitdraai van welke giften dat we dus weer weggegeven hebben, welke projecten steunt. En dat is toch wel, maar heb je ook een soort website waar dan op staat van dit ondersteunen we of niet? Ja, Facebook, hè? Ja. Facebook. Ja, Ankie werkt er ook aan mee. Ja. Ja, ik zie je wat een beetje twijfelachtig worden zodra we richting website en Facebook. Ik ben niet zo'n computer. Daar hou je niet mee bezig. Nee, daar ben ik geen ster in. Nee. Dat is niet jouw... Ik vind het veel fijner om gewoon te bellen en gewoon met de mensen te praten. Als op zo'n... overal waar je komt zie je dit. Ja. Niemand praat er meer. Nee. Dat is gewoon jammer. Dat is heel vervelend, ja. Ja. Hier praten we gelukkig nog. Gelukkig wel. Ja. Dat is blij. En zitten er ook soms hele bijzondere spullen bij die er gebracht worden? Ja, zeker. Die echt nog iets... We hebben wel eens een schilderij gekregen en die heeft Prinsenhof... gekocht. Ja? Ja, zulke dingen. En wat was het voor een schilderij? Nou, wat precies voor een schilderij was, weet ik niet, want ik heb het niet gezien. Je bent er niet alle dagen. Nee. Maar het moet wel een mooie schilderij zijn geweest. Maar iemand had dat door, dus dat hij echt wel wat waard was. Ja. En toen is Prinsenhof komen kijken. Ja. En die hebben toen gezegd, daar willen we wel... Bert Pelzer, die heeft het eigenlijk ontdekt. Ja. Die kwam bij ons regelmatig de platen uitzoeken, welke apart zijn. Die heeft hij dan weer... gaf je een tip, die kun je voor zoveel verkopen. Ja, we weten ook niet altijd de prijzen. Nee, dan moet je ook in... Dan moet je ook weer op de computer raadplegen. Heb je hem toch weer nodig, ja. Maar jullie verkopen niet via de computer? Dus het is echt alleen maar uit de winkel? Nou, op marktplaatsen. Ja? Pas
dat doe je nog ook. Niet zo heel lang. Nee. Maar we hebben dus ook een medewerker die de boeken doet. Want ze hebben allemaal toch wel hun eigen dingetjes een beetje in de winkel. De een doet de boeken, de andere doet de glazen. En de ander doet de pannen. En anders is het met de kleding. Want er komt zoveel binnen. Je moet alles uitzoeken. Alles moet nagekeken worden. Wat vuil is of kapot. Ja, dan ga je niet in de winkel hangen. Dat gaat weer een ander doen. Dus er wordt niks echt weggegooid of het moet echt kapot zijn. Ja, ik snap het. Ja. Maar het is maar een heel klein winkeltje. Hoe krijg je dat allemaal? Dan moet dat toch weer heel snel weer ook verkocht worden. Ja, dat moet ook. Jullie hebben ook echt vaste klanten die elke dag komen. Ja, die iedere dag komen kijken. Ja, die hopen dat... Die zelf ook een handeltje hebben. Oh ja, dan... En bij ons hebben ze het natuurlijk goedkoop. Nou ja, en dan... dat is hun goed recht. Ja, tuurlijk. Ja, als ze maar wat betalen. Als ze bij ons maar betalen, dan maken we het. Voor het goede doel. Ja, dus bij jullie is iedereen vrijwillig. En al het geld van alles wat wordt gegeven natuurlijk, wat jullie hebben. Ja. Dus dat gaat allemaal naar het goede doel. Dat gaat allemaal naar het goede doel. Ja, we hebben natuurlijk zelf ook kosten. We hebben dus een auto. En voor de spullen op te halen. Mensen die zelf geen vervoer hebben. En dat is grote dingen. Ja, dan kun je niet achter op je fiets zetten. Dus dat wordt dan opgehaald. Ja. Daar hebben we dus een auto voor. Je hebt verwarming, de winkel, je hebt daar ook kosten. Hè? Nou, dat gaat er natuurlijk af. Ja. Maar dan houden we toch nog wel behoorlijk wat over dat we weg kunnen geven. En ja, dat blijkt wel. Ja. Als je 1 miljoen euro kan weggeven. Ja. In al die jaren. Ja. Daarnaast doe je ook nog toneel. Ja. Bij de? Flits. De Flits. Het microtheater. Ja, dat is waar? Naast de kerk. In de naast kerk, de nieuwe kerkstraat. Ja. En hoe lang ben je daar al mee bezig? Hier 25 jaar. Wat met het toneel? Ja, dus van begin af aan dat je hier Delft kwam wonen? Ja. Ben ik daarbij gekwam. Door eigenlijk mijn zoon, door Jeroen, die zei, mam, als je ergens bij wilt gaan, dan moet je bij die club gaan, want dat is net zoiets als waar je vandaan komt. Ja, Jeroen is? Jeroen Manders is mijn zoon. Ja, en die is ook artiest. Ja, die is. Maar dan is het professioneel, is die? Ja, die is, Wat doet hij op het moment? Nou, hij treedt links en rechts op, in, ook heel veel in bejaardenhuizen, dat hij dus levensliederen zingt. Oh ja. Hij heeft een, diverse orkestjes, waar hij dus, die hij dan meeneemt. En hij is bij de Nederlandse opera, dat zingt hij dus in het koor. Ja. Dus en dat is natuurlijk wel geweldig. Ja, daar bent u trots op. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, daar ben ik heel trots op. Als hij ergens staat te zingen en ik sta tussen het publiek, dan zeggen ze altijd, bent u de moeder? Ja. Dat kunnen we zien. Ja, is het te zien? Ja, leg. En dan sta ik altijd, ik ken al die liedjes. Oh, is dat mee te zingen? Ja. Natuurlijk. Ja, ik ben heel trots op hem. En wat voor rollen doe je hier bij de Flits? Nou, eigenlijk alles. Ja. Ja, maar de laatste jaren krijg ik dus de oudere rollen. Je meent het. Ja. Ook raar, toch? Dat is toch discriminatie eigenlijk. Nee, want ik vind dat hoort ook gewoon zo. Maar, mooie rollen. Wel, ik heb echt hele mooie rollen gehad en nou ben ik eigenlijk een beetje aan het afbouwen. Want? Geen zin meer? Of? Nee, maar ik word maar 83 en dan vind ik toch wel mooi geweest. Ja, maar als je het leuk vindt, dan maakt dat toch niet uit. Ja, maar ik ga het merken. Ik bedoel, vroeger was ik nooit moe, maar nu ben ik veel vlugger moe. Ja. En dan merk ik nu met dit stuk, we hebben nou een stuk en we hebben een bezetting van 14 mensen. En dat moet allemaal achter het toneel en dat zit allemaal in de kleedkamer en dat moet allemaal omkleden en heel snel. Nou ja, en dit is een stuk waar allerlei dingen gebeuren. Er gaan dingen kapot. Ja, dan moet er. En dat ligt dan op de grond. Dan moet je allemaal overheen stappen en dan vlug. En dan moet je de andere kant weer op en dan moet je weer. Nou ja. Dus ik merk het wel, ik dus vlugger vermoeid ben nu. Maar ja, wat dan? Dat had ik vroeger niet. Nee. Dus, maar je moet toch wat blijven doen? Geen toneel? Nou ja. Ja, het is wel belangrijk dat je bezig blijft. Maar ik hoorde dat je ook goed was in tuinieren. Niet dan?
Nou, dat is gewoon eigenlijk een klein verhaaltje, zal ik maar zeggen. Laat horen. Nou ja, vroeger was ik denk ik een jaar of 18. Dus ik zat bij Unox op kantoor toen... Bij Unox? Ja. Van de worsten? Ja. Ja, ja. Os, worsten. Ja, ja. Zwanenberg en Unox, ja, en Organon. Ja. En dat was allemaal in één straat, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, daar zat ik dus op kantoor. Maar daar was ik ook lid van een toneelclub. En er hadden ook een of ander stuk gespeeld. En er was ook een radioprogramma, dat heette Piccolo. En daar heb ik een keer de stem gedaan. Dus toen kwam een journalist, die had al een paar keer staan wachten. Die zag mij dan fietsen en ik kon me nooit te pakken krijgen. Toen op een gegeven moment sprong je als het ware voor mijn fiets en zei... ik zou heel graag een keertje een interview willen doen. Nou, dat had ik gewoon bij mijn thuis afgesproken. Enfin, allerlei vragen gesteld en dingen verteld. En toen zei hij, heb je nog meer hobby's? En ik denk, jeetje, nog meer hobby's. Ik wist er gewoon niks, dus ik zei maar tuinieren. En ik muziek. En nou ja, mijn vader vond dat zo geweldig. Die vertelde tegen iedereen, nou de tuin, die wordt hier bij ons voortaan gedaan van Smieke, want die houdt van tuinieren. En als ze dan onkruid zijn, Mieke. Ja. Oh, dus dat was eeuwig het probleem. En dan heb ik iedere keer, kreeg ik dat te horen. Ja. Ja. Maar heb je een tuin hier? Ik heb een balkon. Een balkon? Oh, goed. En daar staan wel planten? Ja. Oh ja, die zien er goed uit. Maar dat vind ik wel leuk hoor, daar ben ik wel altijd mee bezig. Ja. Ja, ik vind het wel leuk om te doen, maar het is niet echt een hobby, speciaal, nee. Nee, dus dat... Dat is echt wel toneel. Dat was echt toneel. Ja, ja. Toneel is de grote hobby. Ja. 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 Maar je bent in Os opgegroeid? Ja, en daar heb ik tot mijn 26e gewoond. En toen heb ik mijn man leren kennen, ben ik getrouwd. En die kwam uit Helmond, daar heb ik 28 jaar in Helmond gewoond. En toen is mijn man overleden. En toen heb ik Jan leren kennen. En daar woon ik nu al 27 jaar mee samen. Dus. Nou, geweldig. Ja. En waar kwam Jan vandaan? Jan die kwam, dat is een Amsterdammer. Oh, is een Amsterdammer? Jammer. Ja, je hoort het nu niet meer, maar het is een echte Amsterdammer hoor. Maar hoe kwam je een Amsterdammer tegen als je uit Os komt? Ja... Nou, toen ik dus in Helmond hè, woonde. Ik. Oh ja, toen Helmond. Ja, en toen ik was ook 50 toen ik weduwe werd. En ik vond me nog veel te jong om alleen te blijven. Ja. Dus ja, dan moet je eigenlijk weer net doen of dat je 18 bent. Hoe doe je dat? Dan moet je weer op stap. Op stap? Ja. Bij wijze van spreken. Ik had een paar andere vrouwen die dus ook alleen waren en... Nou, dan gingen we met een stelletje gingen we dansen in Eindhoven. Ja, dat is vlakbij Helmond. En toen was er ook een landelijke alleenstaande vereniging, ABC Amis. En daar was ik lid van geworden. En dan had je bijeenkomsten en dat was heel gezellig. Was echt heel leuk. Allemaal mannen en vrouwen en zo. Die gezellig met elkaar omgingen. En toen was er een landelijke vergadering... kwamen ze uit heel Nederland samen in Hooglanderveen, bij Hoevelaken. Nou, daar ging ik met een vriendin naartoe voor het eerst. Want ik had dat nog nooit meegemaakt. En ja, daar kwam Jan binnen. En ik zag hem binnenkomen. En het was heel gek, ik moest steeds naar hem kijken. En hij had een wit pak aan. De ridder op het witte paard. En ik zag meteen dat hij niet, want ik rook dus niet, dat hij niet rookte. Ik denk, hey. En hij stond met een paar andere mensen te praten. En op een gegeven moment wou ik iets anders. Ik denk, ik ga een advocaatje met slagroom halen. Ik vind het altijd zo lekker. En toen liep ik dus naar voren. En ik keek zo. En hij keek op, keek me 1 seconde aan. En ik dacht meteen, die zit in het onderwijs. Dat ging door me heen. Dan weet ik ook niet hoe dat ik eraan kwam, maar afijn, ik hield hem wel een beetje in de gaten natuurlijk. Maar hij zag me verder helemaal niet staan, want hij dacht dat ik veel jonger was. En hij wilde geen echt jongere vrouw, hij wilde gewoon iemand van zijn leeftijd.
Ja, nou bleek dat ik nog 6 weken ouder ben dan hij. Oh. Oh. Nou ja, ik ging op een gegeven moment ging ik naast hem staan. Toen werden er tafels, we konden daar ook eten. Het was eerst een vergadering en daarna was er dus eten en 's avonds dansen. Nou ja, ik ging kijken. Het was allemaal het programma wat je kon bestellen. Ik zei, goh, dat ziet er allemaal lekker uit, zei ik tegen hem. Hij zei, ja, hij zei verder niks. Ik denk, nou ja, het was 's avonds dansen. En op een gegeven moment, ik had de hele avond gedanst, want dat vind ik heerlijk om te doen. Dat is ook een hobby, dat vind ik heel fijn. En dus was de dames vragen een heer, ik denk. Nee, ik had eerst aan iemand, nee, ik was aan het dansen, zo was het eigenlijk. En er zat een man te kijken en die lachte tegen me. Ik zeg, zit u me uit te lachen? Ik was die dag, was ik heel... Ja, heel vrij. Ik dacht, ja, wat kan mij toch schelen? Ik zie wel wat er allemaal gebeurt in mijn leven. En toen zei hij, nee, dat was een Limburger. En die zei, nee, maar je danst zo goed. En maar ik kan helemaal niet dansen. Ik zei, nou, we kunnen ook wel met elkaar praten. Toen zei hij, o ja, kom hier gezellig bij me zitten. Nou ja, ik... Nou, het was echt een leuke man, gezellig zitten kletsen. Ik zeg, die man die daar zit, wees ik weer naar Jan, maar dan moest ik toch even kunnen kijken. Kent u die? Hij zei, neem een vraag aan de voorzitter. Nou, de voorzitter kwam langs. Ik zeg, die man die daar zit, hoe heet hij? Hij zei, nou, ga dan rustig vragen bij ABC en Mies, kan alles. Ik zeg, ja, dat durf ik niet. Hij zei, ja, dan ligt het aan u zelf. Dus op een gegeven moment was de dame, vraagt u maar de heer. Ik denk, nou ga ik het ook doen ook. Dus ik liep er naartoe. Ik zei, mag ik u iets vragen? Heet u soms Van Dam? Hij zei, nee, ik heet Jan Heideman. Ik zei, oh sorry, dan heb ik me vergist. En ik draaide me om. Ik denk, tut, dus weer terug. Ik zei, of zullen we dansen? Hij zei, oh ja, natuurlijk. Nou, ik zit nog te maar. En toen zijn we gaan dansen. En Jan kan alleen heel goed swingen. Dus we swingden, jongen. En toen zei hij, goh, we hebben zitten praten. En toen zei hij, zou je het leuk vinden om een keer naar Amsterdam te komen, naar een concert? Ik denk, jeetje, in Amsterdam naar een concert, dat hebben we uit Brabant. Dat is natuurlijk heel wat, hè? Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Ik zeg, wat is het voor een concert? Hij zei, klassiek. Ik zeg, oh, ja, dat vond ik heerlijk, want ik hou ook heel erg van klassieke muziek. Nou ja, hadden we afgesproken, dan zou ik met de trein komen. Hier in Delft. En toen zijn we naar het concert geweest. In Delft? Nee, in Amsterdam. Oh, je zei hier in Delft? Ja, daar hadden we afgesproken, want daar woonde hij toen. Hij woonde in Delft? Hij woonde toen in Delft. Oh, ja. Ja. En toen had hij me afgehaald van de trein. Toen zijn we dus naar Amsterdam gereden. En ja, hebben daar ook nog ook gegeten. Het was een hele mooie avond. En toen zei hij, ik wil je aan Helmond brengen hoor. Want ik had al afgesproken met Jeroen dat ik hier eventueel zou slapen. Of in Amsterdam, want daar had ik ook nog een dochter die daar studeerde. En toen zei hij, ik wil je aan, ik denk, ja, maar ik zeg, dat is 1,5 uur rijden hoor. Dat vind ik niet erg, zei hij. Maar je had wel een retourtje genomen, toch? Ja. Ja, nee, ja, ja. Nee, oh nee, retour. Toch een enkeltje. Nee, maar nee. Oh, je zou blijven. Ja, ik snap het al. Nee, ik dacht... Ja, ik zat te denken, maar nee, dat toch... Huurtje erop, weet je, ja, eigenlijk niet, ja. Maar goed, hij bracht je naar Helmond. Ja. Nou ja, en toen waren we daar, toen hebben we nog theegedronken zitten praten. En toen hebben we voor de eerste keer gezoend. Ach. Ja, ik zeg dat gewoon zoals het is. Ja, natuurlijk, ja. Dat moet je niet om me heen draaien. Nee. Nee, dat moet je gewoon doen. En toen zei hij, ik laat je nooit meer gaan. Ach. En dat vond ik zo mooi. En dat is ook inderdaad zo gebleven. Ja, want hij zit hier. Hij zit hier, dus. Wat geweldig. Ja. Ik vond het een geweldig mooi verhaal. Oh, wel. Ja. En nog even de Romeo O Giulia. Ja, Romeo, O Romeo, zo heet het. O Romeo. Ja. Is te zien wanneer? Nou, daar heb ik een hele hoop data's. Oh, nou dat... We spelen het nou nog 10 keer. Maar het zal wel ergens toch op, ik durf het haast niet te zeggen, op een site te zien zijn. Ja, ja, ja. Ik geloof in mijn tas heb ik nog... Nou ja, maar dat komt nog wel. Ja. Ja, ja. Dus mensen kunnen, als ze daarheen willen... Ja, ik raad ze aan om echt te komen kijken, ja. Want ze hebben een hele leuke avond. Er wordt heel veel gelachen. En welke rol heb je? Ik ben de moeder van Julia. Oh ja.
Dus. Goed, nou, daar gaan we allemaal heen. Dus mensen, allemaal naar de flits. En hey, hartstikke bedankt, Mieke. Hey, was... Oh. Ja. Is toch nog snel gegaan? Alle goed,